13 en 14 september is het Open Monumentenweekend. Het landelijk thema is op reis. Samen met de Wiegense Omroep ben ik alvast op reis geweest om u een voorproefje te geven van wat er te wachten staat. In Alverna begeleiden twee Franciscaanse minderbroeders op zaterdag 13 september bezoekers 4 maal over het terrein van hun voormalig klooster Alverna. De wandeling binnen de monumentale kloostermuren voert door een klein park langs monumenten zoals de kerkspits van de voormalige Sint-Jozef, de voormalige brouwerij, het Heilig Hartbeeld en de minderbroederbegraafplaats. De Schoonoordmolen staat naast het voormalig klooster Alverna-terrein. Dit monument herinnert ons aan de watersnood van 1926. Toen de dijk bij Neder-Asselt brak, moesten duizenden mensen gedwongen op reis en vluchten voor het wassende water. Bij buurtschap Lunen staat deze betonnen paal die de hoogte van het water tijdens de watersnood van 1926 markeert. In Balgooi presenteert de heemkundekring Pagus Balgooi op zondag in de middeleeuwse Sint-Janstoren een kleine expositie binnen het thema Op reis. Het grafmonument van Johannes de Bruin herinnert aan de tijd dat Balgooi nog een eigen burgemeester had. In 1937 werden 10 lussen in de Maas afgesneden. Zo gebeurde het dat het buurtschap Keent, dat eerst aan Balgooi vastzat, aan de andere kant van de Maas kwam te liggen. Onze Wiegense dorpen liggen in een gebied waar vroeger de Maas regelmatig overstroomde. De bestaande zandwegen waren grote delen van het jaar moeilijk begaanbaar. Op reis gaan was niet gemakkelijk. Mensen staken daarom eeuwenlang de Maas over. Dit gemaal Sitters 2 pompt samen met Sitters 1 het overtollige water weg uit de Balgooise en de Niftrikse weteringen. Zo blijven onze achterliggende polders droog. Niftrik is ontstaan op een oeverwal van de Maas. Niftrik betekent dicht bij de oversteek.
Vroeger kon je hier namelijk bij laag water in de zomer de Maas oversteken. In de tijd voor de komst van de trein en de auto waren oeververbindingen heel belangrijk. In Balgooi, de Loonse Waard, Niftrik en Batenburg kon je met een flat en later met een pont de Maas over. Anne Edith Brockden legde op 31 augustus 1872 de eerste steen voor de spoorbrug over de Maas tussen Niftrik en Ravenstein. Bijna 10 jaar na de bouw van deze brug werd de Zuidoostse spoorlijn van Tilburg naar Nijmegen in gebruik genomen en stopte de eerste trein op 8 juni 1881 op station Wijchen. De spoorbrug bij Niftrik blijkt tijdens de Tweede Wereldoorlog van groot strategisch belang. Zo werd aan het begin van de oorlog in 1940 de kerk, school en huizen door het Nederlandse leger verwoest, omdat ze in het schootsveld lagen. Op 1 september 1944 wordt per ongeluk het huis van de familie Reis getroffen in plaats van de brug. En 2 weken later blazen de Duitsers de middenpijler op. Hier, op de Kapelberg in Bergharen, vindt al meer dan 700 jaar Mariaverering plaats. De toegangspoort is in 1941 gebouwd met fragmenten van het oude kasteel Balgooi. Al in de middeleeuwen werd er op de Molenberg een Mariakapelletje gebouwd. Tijdens de reformatie werd in 1664 een lindeboom geplant. Ondanks het verbod op openbare katholieke erediensten bleven pelgrims naar deze heilige plek komen. Toen er nog geen elektriciteit was, werden huizen verlicht met petroleum. Dat werd met deze petroleumhondenkar huis aan huis rondgebracht. De hond, die liep onder de kar. Deze kar kun je in de expositie op Reis in de raadzaal van Kasteel Wijchen tijdens het Open Monumentenweekend komen bekijken. In Kasteel Herne worden op zondag 14 september lezingen georganiseerd. Er zijn lezingen over de eerste auto's in het land van Maas en Waal en de Novio Magum, een stoomauto. Elsa van Schaik en Leni van Elk exposeren op zondag in het oude gotische kerkje in Leur. Vanuit verschillende Wijchense dorpskerken starten er op vaste tijden wandeltochten met het subthema De Laatste Reis.
en u ervaart op bijzondere wijze diverse aspecten van de laatste reis. Dit bushokje in Leur herinnert ons, samen met het bushokje in Batenburg, aan de tijd dat het openbaar vervoer op gang kwam. In de expositie op reis is ook deze unieke Wiegense hondenkar te bezichtigen. Samen met historische documenten zoals het Wiegens Strekhondenregister, keuringsbewijzen en foto's laten we het vroegere vervoer met de hondenkar zien. In deze reportage hebben wij u een impressie gegeven van het Open Monumentenweekend op reis. U kunt ook op reis. U kunt de expositie bezoeken in de raadzaal van Kasteel Wiegen of u aansluiten bij een van de vele activiteiten die in onze kerndorpen georganiseerd worden.